FC Groningen speelde afgelopen zaterdag een oefenwedstrijd tegen het Deense Brøndby. Bij de topclub uit Denemarken spelen enkele Deense en Zweedse internationals. Een goede tegenstander dus voor FC Groningen. Voor 2000 toeschouwers beginnen de Groningers goed aan de wedstrijd. Serhat Kos wordt diep gestuurd en van de bal gezet. Hij wil een penalty, maar scheidsrechter Ben Haverkort wuift het weg. Geen strafschop voor Serhat Kos. Dan de eerste mogelijkheid voor Brøndby, de tienvoudige landskampioen van Denemarken. Maar Luciano is op tijd en redt goed. Dan Groningen weer. Een goede combinatie tussen Van der Laak en Kos. De bal wordt goed teruggelegd, maar het schot van Post wordt net gered door de doelman van Brøndby. Vrije trap voor Brøndby. Farneruud zet voor. Maar Luciano redt goed op de kopbal van Max van Sleebroeger. Met nog een kwartier tot rust. Groningen probeert het nu vanaf links. Mooie voorzet van Frederik Stenman. En de kleinste man van het veld kopt de bal binnen. Knappe goal van de 1,86 meter grote Serhat Kos. De ploeg van Ron Jans speelt een goede eerste helft. Brøndby is fysiek verder dan Groningen, maar is voetballend de mindere ploeg. Toch komen ze 5 minuten voor rust op 1-1. Luciano is te laat, mist de bal en Jan Christiaansen tikt simpel binnen. Brøndby is in de tweede helft gevaarlijker. Een schot van Agger gaat net naast het doel van Luciano. Kos is veruit de gevaarlijkste man bij de Groningers. De aanvaller is snel en behendig en bezorgt de verdedigers van Brøndby handenvol werk. Maar even later komt Brøndby wel op 2-1. Goede voorzet van de linkerkant en Ousmane Diallo kopt raak. En het groepje Deense supporters dat helemaal naar Tolbert is gekomen is tevreden. Andreas Kranquist valt nog even in. En Luciano toont zijn klasse op een schot van afstand. 10 minuten voor tijd. Voorzet van Tommy Jarier, slecht verdedigd en Kos schiet raak. Zijn tweede goal en de gelijkmaker van Groningen. Een goed resultaat voor de FC tegen de Denen die over 2 weken lang al Europese wedstrijden moeten spelen. Trainer Ron Jans was zeer tevreden over het spel van Serhat Kos. Ja, hij was gewoon de meest opvallende speler. Ze hadden heel veel problemen met zijn loopacties. En, ja, hij is gewoon hartstikke watervlug. En, wat dat betreft was het ook niet verrassend dat hij eigenlijk de goals maakt. Dat je dan tegen Brøndby 2 keer kan scoren, dat is heel mooi. De van Eindhoven overgekomen Kos maakte een superfitte indruk. De conditie zit heel goed bij mij. En, ik train... Met zonder moeite eigenlijk. Ja, conditie zit gewoon prima. Hoe bevalt het zo? Ja, het bevalt heel goed hier in Groningen. Ik ben goed opgevangen door de mensen in Groningen en ik heb het goed hier. Aan het eind van de week moet Marcus Berg zich weer melden bij de FC. Maar de Zweedse spits lijkt Groningen te verruilen voor een buitenlands avontuur. Ik ben wel wat gewend de laatste jaren. En, ik denk dat het moment is gekomen dat Marcus zal gaan vertrekken. Alleen als hij niet zou vertrekken... Dan zijn we hartstikke tevreden, maar mocht het wel zo zijn, dan moeten we kijken dat we ook een goede vervanger vinden.